Goedemorgen, het is weer een nieuwe dag. Jessie en Evie komen zo hier naartoe. We gaan even vanuit huis wat werken. Dan vliegersvlug naar kantoor, want we hebben gedoe met ons koelkastje. Dat hebben we net een jaar, maar hij is aan het lekken. Het is echt super irritant. De winkel wil ook niet het geld teruggeven of zo. Het is gewoon bij bol.com besteld. Verder ben ik al een paar dagen alleen in huis. Jordi is in Engeland bij een vriend en toen bij zijn broer. Die daar woont met zijn gezinnetje. En hij stuurde me deze foto's. Ik moet even met jullie delen. Zo lief. Hier zie je met zijn kleine nichtje aan het chillen. Ze heeft dat armpje helemaal in zijn nek. En hier zit ze lekker op de bank te kroelen. Hij pakt het niet helemaal goed. Maar ik vind het zo lief. Hij heeft echt alleen maar hele lieve neefjes en nichtjes. Die heel klein zijn. En die ook de hele tijd willen knuffelen. Als ik hem dan zie met zo'n mini babytje. Of mini kindje van anderhalf. En hij is natuurlijk heel lang in van die mega armen. En zo lief. En hij maakt zoveel grappen met zijn hond. Smelt ik echt helemaal. Dan kan ik gewoon niet wachten totdat we zelf ooit een gezinnetje hebben. Het is niet iets waarvan ik denk, oh morgen wil ik daaraan beginnen. Want ik heb gewoon nog heel veel te doen wat ik wil bereiken. En ik wil ook nog genieten van onze relatie nu we met z'n tweeën zijn. Maar we hebben wel gesprekken erover van, oh ja, gaan we dan over een tijdje naar een huis kijken samen. En misschien over 2 jaar bijvoorbeeld beginnen aan baby's. Dus dat is wel heel erg leuk. Ik moet ook zo lachen in mezelf. Dat ik denk, oh ja, eerder kregen jongens ook commitment issues. Als je ze zeg maar vroeg of ze mee een koffie gingen halen bij de Starbucks. En nu heb je het gewoon over baby's. En die zien iemand helemaal on board. Dat vind ik wel heel gaaf. Alleen dat vind ik eigenlijk al heel leuk. Ik weet niet. Het is gewoon echt heel erg fijn om met iemand te zijn waar je je zo goed bij voelt en die goed voor je is en die je leven alleen maar leuker maakt. Oké, hoe dan ook. Kunnen jullie merken dat ik nog steeds heel verliefd ben? Ja. Vraag me af hoe lang dat duurt ook. We zijn nu 2 jaar samen. Ik heb geen idee hoe zich dat precies ontwikkelt. Dat is natuurlijk in elke relatie ook anders. Maar goed, ik had een vrijdag hele grappige gesprekken met een vriendin van Lena die ik ook goed kennen, die aan het daten was en single was en zo. En het zijn allemaal zulke herkenbare struggles. En dan geloof je bijna niet dat er iemand is die wel heel leuk is. Die er ergens nog rondloopt voor jou. Maar dat is er natuurlijk wel. Maar ze zijn wel zeldzaam. Ik vind het trouwens zo'n mooi liedje. Meld heet het. Misschien moet ik een keer een playlist iets doen. Dan weet ik helemaal niet zoveel van muziek. Dus ik weet niet of ik daar de persoon voor ben. Muziek kan je echt in een bepaalde stemming brengen, hè? Oh jee, ik zie nu weer die doos met koekjes liggen. Die ik gisteren heb wel redelijk geprotect nadat ik ze ontdekte. Die Evie hier had achtergelaten. Oh my god. Ik moet jullie eens even laten zien. Dit. Oh, het is zo lekker. Ze hebben dus deze erin zitten. Dit zijn hele dunne chocolaatjes met een soort zeezout erin of zo. Dit zijn niet mijn lievelings, maar koekjes. Ik hou meer van of hele platte koekjes of koekjes die een beetje zacht van binnen zijn. Deze zijn harder. En dus dit. Dit klinkt heel goor. Maar dit is zo lekker. Dit zijn stukjes gedroogde mango. Die zijn dan in echt de lekkerste chocolade gedipt. Hele donkere melkchocolade. Het is niet zo bitter als puur, maar het is echt zo lekker. Ik dacht echt dat het heel goor zou zijn, maar het is echt verrukkelijk. Misschien kan ik dit wel even als ontbijt eten. En deze dag ga ik ook mijn gewoon naturel dagelijkse make-up tutorial opnemen. Wel in vlogkwaliteit, maar het is namelijk echt in een paar minuten gepiept allemaal. En ik heb wel een paar goede trucjes voor extra kleur, waardoor je huid er meteen heel goed uitziet. Ook al heb je misschien wel plekjes. Die stippen we dan voorzichtig aan. Glans en een kleurtje op je wangen. Dat zijn wel een beetje de 2 trucs om een gezondere look te hebben. Ook als je huid of je vermoeidheid even opspeelt. Dus daar ga ik jullie snel meer over leren. Aanwijsstokje. Oké, ik ga snel even in de to-do's duiken voordat ze er zijn. Daar is slachtoffer 1. In een hele leuke look. Deze Dr. Martens vind ik zo chill. Ik wil die echt ook hebben. Ja, met een hogere zool. Heel leuk met zo'n pantytje vind ik ook. Heb je alleen deze panty aan? Ja. Ja, mijn god. Ik moet er wel een broekje onder. Maar of een, nou dat niet. Dat kan, hoe korter hoe beter. Maakt mij helemaal niks uit. Maar meer gewoon kort kou. Kou, ja, hard fietsen helpt. Geloof mij. Ja, leuk wel toch? Ja, even kijken wie we daar hebben. Jullie passen ook gewoon helemaal bij elkaar vandaag. Zo leuk zie je eruit. Thank you. Oh,
Oké, busted. Er werd net aangebeld met dit pakket. Nog een klein aankoopje. Ik wil natuurlijk niet een cultuur promoten waarin mensen zich helemaal suf kopen. Of vooral dingen kopen die ze niet kunnen betalen. Ik las van de week in de krant dat 1 op de 4 jongeren schulden heeft. En het bizarre is dat je als jongere geen schuldenregistratie hebt. Dus je kan op de ene plek een mobiel abonnement afsluiten. Die rekeningen niet meer kunnen betalen. En dan alsnog ergens anders weer een mobiel abonnement af kunnen sluiten. En er is ook geen schuldsanering voor jongeren. Dus dat is wel echt een super interessant onderwerp. Wat ook zeker bij Linde Meijden past. Mocht er iemand zijn die daar een persoonlijk verhaal over durft te delen. Mag ook anoniem. Laat het me zeker ook even weten. Stuur me dan even een direct message op Instagram. Ik ben Yara_Michels. Want het is wel een onderwerp wat heel taboe is. Het geeft toch aan dat je het niet helemaal onder controle hebt. Het is denk ik iets waarin je ook misschien de schijn op wil houden. Dus het is goed om daar eens over te praten, denk ik. Ik ben natuurlijk een volwassen vrouw van bijna 30. En al 10 jaar zelfstandig aan het werk. Nee, al 12 jaar. En met de hoeveelheid werk die ik doe, kan ik het me prima veroorloven om af en toe wat meer te shoppen dan gemiddeld is. Of net wat duurder te kopen dan misschien normaal is. Dus hou jezelf zeker niet voor de gek en weet dat dat alleen komt omdat ik heel veel werk en al heel lang iets heb opgebouwd waardoor ik meer verdien dan de gemiddelde 30-jarige. En dat ik nooit geld zou lenen of geld zou uitgeven wat ik niet heb om spulletjes te kopen. Dus hoeveel kleren je ziet in het leven van influencers, dat is niet normaal. Dat wil ik toch even zeggen, want je hoeft je niet per se te verantwoorden over hoe je je leven leeft. En ik vind dat iedereen echt moet doen wat hij wil en moet uitgeven wat hij wil. No judgment, maar ik weet wel dat meiden van 16 naar shoplogs kijken en dan 30 items van een webshop zien die opgestuurd zijn. En niet snappen waarom zij dat niet kunnen hebben. Dus dat vind ik goed om even te benadrukken. En los daarvan werk ik natuurlijk in de mode. Dus is het voor mij belangrijk dat ik af en toe nieuwe input heb voor kleding. Of ga ik bijvoorbeeld naar Kopenhagen Fashion Week over een week. Zo wil ik toch ook dingen lenen, maar ook wel dingen kopen die weer toffe street style foto's maken. Want content maken die tof is en on-trend is natuurlijk mijn werk. Dus dat is een onderdeel. En daarnaast vind ik het ook een hele leuke manier om mezelf soms te belonen voor het harde werk. That being said, ga ik jullie nu even laten zien wat ik onlangs heb gekocht. Ook met veel Black Friday kortingen. Om je misschien te inspireren. En wie weet zit er iets tussen wat je ook leuk vindt. Zit er ook heel veel betaalbare dingen tussen. Ook een paar high-end items. Tussendoor moet ik even iets ontbijten en lunchen in één. Ik dacht, zal ik een omelet maken? Of iets in die richting. Met een gekookt ei of zo. Want ik ben toch thuis, dus dan kan ik even iets meer uitpakken. Toen dacht ik, ik ga nog een dag bananenpannenkoekjes maken. Ik maak ze met een beetje boekweitmeel, 2 eieren, een banaan en een klein beetje amandelmelk. Dat gooi ik gewoon allemaal in de blender. Dat duurt echt oprecht. Je hoeft alleen de bananen in stukjes te hakken, dus het duurt nog geen minuut. En dan heb je een beslagje. Dan bak ik ze 3 minuten of zo, 4 minuten. En dan heb je gewoon iets super lekkers. Wat volgens mij ook nog best gezond is. Maar daar ben ik niet de expert in. Ik heb hier mijn slagje. Ja, dat is het eigenlijk. Echt met 10 minuten gewoon gedaan. Tussendoor is Jordi met zijn kleine neefje bij een Space Center. Ik ga helemaal stuk. Zo lief! Zijn we klaar voor een shoplog onderdeel? Ik vind overigens dat zulke kleine kopjes voor thee echt niet chill zijn. Ik ben al voor de 4e keer dit aan het bijschenken. Dit moet toch gewoon in een UGS ding eigenlijk. Ik heb even een installatie voor mezelf gebouwd hier op de bank. Met spullen. Ik zal de items ook even in een spiegel zo meteen voor me houden. Zodat je een beetje kan zien hoe het verhoudingswijs eruit ziet. En sommige dingen zijn nog niet binnen. Ik heb namelijk bij Urban Outfitters ook 2 bike leggings gekocht. Van die half lange leggingjes. Omdat ik die de hele zomer heb gezocht en ze weer in stok waren. En het Black Friday korting was en überhaupt al sale. Dus dat was gewoon een handige om nu alvast te kopen voor volgend seizoen. Ik heb een zwarte gekocht. En een zwarte met zilveren glitter. Leek me wel vet. In de Black Friday sale bij Farfetch heb ik een tasje gekocht van Wandler. Dat is ook goed afgeprijsd en het is ook het meest betaalbare tasje uit hun segment. Het is een Nederlands merk van een Nederlandse chickie dat is opgezet. En in een paar jaar tijd telt het echt heel erg mee in de internationale modescene. Haar eerste collectie was al meteen bij allerlei grote warenhuizen te koop. Volgens mij ook bij Net-a-Porter. Dus ik vind dat wel heel erg leuk om dan iets van een Nederlandse iemand te kopen. En ze heeft hele mooie kleuren. Fel roze, fel groen, fel oranje. En ik heb nu dus een
klein tasje wat je zo als buidel kan dragen, maar ook in je riem. En hopelijk ook gewoon crossbody of zo. In een soort oranje-rode tomaat, een soort onrijp tomaattint. Echt super mooi. Even denken waar te beginnen. Ik laat jullie eerst wel even zien wat ik gekregen heb. Dat was namelijk een look van H&M die we gingen shooten. En dat was onder andere deze briljante paillettenlegging. Dit zit dus gewoon als een legging, maar is helemaal bezaaid met pailletten. Wat ik tof aan deze vind is dat hij een velvet ondergrond heeft. En dat de pailletten niet helemaal symmetrisch zijn. Er zitten ook stukken in waar bijvoorbeeld geen paillet zit en je dan velvet ziet. Dus dat maakt hem iets chiquer, vind ik. En unieker dan feestwinkel paillettenbroeken bij wijze van spreken. En die had ik dan aan met een oversized wit t-shirt met print. En deze super mooie ruitjesjas. Deze had ik al op het oog en het is gewoon zo'n classic ruitjesjas. Hij is lang, zwart-wit met beige. De knopen zijn allemaal van een tortoise shell. Dus dit mooie materiaal. Het is een leuke band hier bij de pols. Het is echt een hele mooie jas. En zelfs iets wat je misschien wel als binnenjas, bijna als blazer zou kunnen dragen. Ik vond het echt wel een goede klassieker. Deze is 100 euro, 99 euro geloof ik. De broek, ik denk rond de 50. Dan heb ik een flinke Black Friday bestelling bij Edited gedaan. Waar onder andere deze jurk van Esthetiek aan heb. Die super lekker zit. En die ik je zo even in volle lengte laat zien. Dit is een jurk ook in zo'n heel lekker dun ribbelstofje. En dat vind ik altijd heel mooi afkleden. Dat heeft iets meer structuur dan een hele gladde jurk. En heeft hele lange mouwen ook. Super mooi. Ik moest wel even aan Handmade & Steel denken. Dit is gewoon echt letterlijk een Handmade & Steel jurkkleur. Hij heeft hele lange mouwen. Hij is ook heel lang. En je hebt een soort twee koorden die je om je middel wikkelt. Lijkt gewoon een extra mouw. En die geven ten eerste een mooi accent op je taille. En meer vorm aan de jurk. En dit zijn van die dingen die ik heel chill vind. Want het ziet er dan heel mooi en gekleed en vrouwelijk uit. Maar je kunt hier gewoon een super dikke panty onder doen. Of whatever. Waardoor je het heerlijk warm hebt. Want je ziet bijna geen benen omdat ze zo lang zijn. Dus daar doe ik dan... Of een soort thigh-high boots of enkellaarsjes onder. En dan zie je in principe gewoon niet je panty. Dus dat vind ik wel een hele toffe. En over laarsjes gesproken. Ik had deze vrienden al heel lang op het oog. En toen gingen ze in de Black Friday sale. Toen heb ik toegeslagen. Het zijn zwarte enkellaarsjes van Calvin Klein. Ze hebben echt zo'n western punt. Dus ze zijn heel erg een soort cowboy trend die je nu veel ziet. Ik zag ze online veel bij andere influencers. En ik vond ze zo cool. Dus die heb ik gekocht. Ze zitten ook echt heel lekker. Echt verbazend lekker voor deze hakhoogte. Dit is natuurlijk wel een dure aankoop. Het is wel een paar honderd euro. Maar ik vind wel, als je dan bijvoorbeeld H&M draagt of Edited draagt, dan maakt het de look wel next level, bij wijze van spreken. Dan nog een paar Edited aankopen. Zoals jullie misschien wel weten, heb ik een troltruitje in deze kleur. Print bedoel ik. Gewoon precies dit. Alleen is deze jurk meer een soort zijde look. Is natuurlijk geen echte zijde. Dit is dus, als je me echt heel erg fanatiek volgt, heb je dit eerder gezien. Een jaar precies geleden, toen ik met Nicole ging shoppen. En toen heb ik het op die manier gepast. En ik heb het altijd in mijn hoofd gehad. En nu was hij zo afgeprijsd, dat was denk ik 17 euro of zo. Dus ik dacht, nou dan is het wel echt de moeite waard. Want ik vind het dus heel cool om deze jurk te dragen. En dan het coltruitje eronder. Dus hij heeft geen mouwen. En dan heb je eigenlijk helemaal een eenheid. Maar er gebeurt wel iets spannenders dan als dit gewoon één jurk zou zijn. Dit is mijn favoriete zwarte longsleeve. Die heb ik vorige winter echt ongeveer elke dag gedragen. Dus die was gewoon helemaal niet meer goed. Helemaal lelijk geworden. Op de een of andere manier hebben ze hier hele zachte, fijne zwarte longsleeves. Gewoon van die strakke truitjes die je overal onder kan doen. Maar als het dan een keer warm is en je wil je trui uit, dat je dan ook nog gewoon iets moois aan hebt. Ze zijn een klein beetje doorschijnend of zo. Dus als je een zwarte BH aan hebt, zie je dat wel een klein beetje doorheen. Maar ik vind dat zelf wel mooi. Hele smalle mouwtjes ook. Echt prachtig. En dan heb ik nog één ding gekocht wat niet een hele doordachte aankoop was. Namelijk nog een soort tussenjas. Ik ben wel groot fan van een flinke jassencollectie opbouwen. Omdat het in Nederland altijd zo koud is. En je niet elke dag hetzelfde aan wil. En het is ook heel handig voor styling. Dus toen heb ik een pinstripe jas gekocht. Die heb ik natuurlijk echt niet nodig. En die was nog een paar tientjes. Ik weet niet meer precies hoeveel. Volgens mij was die bijvoorbeeld van 180 voor 60 of zo. Ik zeg maar even wat. Maar iets in die richting.
Een hele mooie wel. Hij is ook heel zacht. Hij heeft een soort haartje erin. Eigenlijk omdat ik zoiets al heel lang heel mooi en chic vind. Maar ik had ook een beetje in gedachten, dan ga ik misschien wel een keer voor een echte luxe. Wat ik trouwens heel mooi vind, is dat ze echt wel aandacht voor detail hebben. Hier in deze jas zit bijvoorbeeld zowel zwart als donkerblauw in de knoop. Een soort structuurtje. Dus dat maakt het wel meteen luxe aanvoelen. Pak ik even mijn mango doos erbij. Hetzelfde idee. Voor styling heb ik altijd een heleboel sieraden nodig. Voor fotoshoots en dat soort dingen. Die bestel ik dan vaak bij Mango en heb ik gewoon een soort archief. Sarah vind ik ook top. H&M heeft ook toffe dingen nu. Onder andere deze vond ik echt briljant. Ik hou heel erg van asymmetrische oorbellen. Ik zag deze bij iemand. Gewoon één zo'n schelp met allemaal kleine steentjes eraan. Verder had ze gewoon een knopje of zo. Dus die vond ik echt top. Heel blij mee nu al. Deze zijn transparant. Leek me ook heel erg handig als je een keer niet iets met een goud of zilver wil doen. Dan had ik deze zebra ring besteld. Maar ik twijfel nog een beetje of ik hem te cheap eruit vind zien. Deze heeft zeg maar zulke haartjes en dan een bukkel met iets hards en een stukje hout. Het leek mij dus heel mooi om dat in een jas te dragen onder andere. Of over een blazer heen in je taille. Maar ik twijfel nog een beetje, dus ik moet zich even uitwijzen. Als ik het niet in de eerste week ga pakken, dan moet het terug. Dan had ik iets heel moois gezien op de site. Namelijk een heel dun kooltruitje in een zelfde kleur rok. Maar dat moet ik echt even gaan passen. Oh, het was geen kooltruitje. Een soort crème kleurige top. Ook gewoon zo'n hele lekkere longsleeve. Wat ik heel fijn vind om wat meer te hebben voor in de winter. Ziet er wel heel groot uit eigenlijk. En toen ik die dus aanklikte, zag ik deze rok erbij. Op de foto was dat heel mooi. Ik twijfel van nu een beetje over deze kleur. Of dit voor mij niet te beige is. Ik denk het eerlijk gezegd van wel. Ik had deze rok iets chiquer verwacht. Doet me weinig eerlijk gezegd. Ik zal even een paar dingen voor me houden in de spiegel. Zodat je een idee hebt van hoe het valt. En als de andere items binnenkomen. Zoals de tas en de bike leggings. Dan ga ik die ook even vloggen voor jullie. Dit is de jurk die ik nu aan heb. Gewoon heel lang. Hij zwiert een beetje mee. Ik heb nu even deze enkellaarsjes eronder gedaan. Zodat je die ook goed kan zien. Tadaa. Dit is de pinstripe jas. Ik zou hem niet per se met zo'n jurk eronder dragen. Maar ik vind hem wel heel gaaf. De andere jurk die ik heb gekocht is dus ook zo lang. En het is gewoon een hele handige lengte om te smokkelen met je outfit. En er heel veel warme dingen onder te doen. Ik hoop dat je het enigszins kan zien op deze manier. En dit is de H&M jas. Ik moet zeggen dat deze wel lekkerder zit dan die pinstripe. Die zit namelijk best wel strak bij je bovenarmen en bij de schouders. Dus dit is deze. Echt wel een mooie jas. Mooi ruitje, mooie knopen. Ik vind dit wel een goeie. Ik kom nu bij iets heel leuks. Namelijk H&M die heeft een piepklein huisje. Waar dan vroeger mensen in zaten die bruggen opendeden. Bij sluizen en bruggen en dat soort dingen. Hebben ze omgetoverd tot een hotelkamer. Ik ben heel benieuwd. Moet je met een app openmaken, want ga je wat foto's maken. Ik ben nu binnen. Heel grappig. Het is op een brug op de Overtoom. Die brug kan ook nog gewoon open gaan. Heel cute. Ik mag dus één van jullie een nachtje hier weggeven. Samen met je vriend, je vriendin. Of een beste vriendin. Of een moeder. Of whatever. Dus ik wilde natuurlijk wel even checken. Zo cute. Vet grappig. Gewoon midden in de stad. Je ziet deze huisjes altijd als je in Amsterdam woont. Maar je weet nooit hoe het eruit ziet van binnen. Oh, zo cute. Dit is echt heel leuk. Het huisje is zo klein, maar ze hebben gewoon echt een volwaardig iets ervan gemaakt. Echt super grappig verbouwd. Zo leuk. Ik vind dit kussen en dit dekbed ook heerlijk. Het is lief, een briefje. Oké, ik heb weer een topverhaal jongens. Waarom zeg ik de hele tijd oké? Ik ben dus op kantoor en nadat ik 10 minuten binnen ben denk ik oh my god, ik heb mijn spullen in de buddy van de Felix laten zitten. Dus ik naar beneden rennen en die scooter is weg. Meteen naar hem toe bellen wat we kunnen doen. Zij gingen meteen de gebruiker bellen die hem nu had gehuurd.
blijkt dat dus mijn assistent te zijn, Evie. Dus heeft ze gewoon mijn spullen. Wat een topdag. Zo toevallig en grappig. Ik ben op kantoor een heleboel dingen aan het wegwerken en aan het opruimen. En toen dook ik ook even mijn beautyarchieven in. Ik heb een heleboel beauty spullen op kantoor liggen. En dat is gewoon alsof je aan het shoppen bent in je eigen post. Dus ik heb nu een hele mooie sparkly lipgloss van Laura Mercier meegenomen. Super leuke kleur groen eigenlijk van NL Stories. Een heel handig oogschaduwremovertje of mascara removertje van Charlotte Tilbury uit mijn hoofd. Ja. Een hele leuke Yves Saint Laurent nagellak. Allemaal hele chunky glitters erin. Lippenkloot van Charlotte Tilbury. Het is dus geen Felix beneden, wat zeg maar het systeem is waarmee ik de hele tijd aan het rijden ben. Dat is er wel echt irritant aan, want je parkeert hem zeg maar en dan moet je of blijven betalen als je hem wil houden of je geeft hem als het ware op. En ik dacht, oh Evie, ik kom nu toch binnen op de Felix. Dus 1 minuut later of zo wilde ik die van haar boeken. Het had ik niet andersom al, dus nu ga ik toch even een kwartier wachten tot er iets binnenkomt, want ik vind het ook zonde om met de Uber te gaan. En de tram 10 die ik altijd had, die is er niet meer. Die hebben ze gestopt. Dus het is nu, dat was echt perfect. Die ging van mijn deur naar het kantoor. Die rijdt sinds 2 maanden of zo niet meer. Maar ik ben echt te lui om te fietsen met dit weer. Dus vandaar dat ik even mijn nagels aan het lakken ben. Oh mijn god, deze kleur is echt precies wat ik wilde. Ik had helemaal dit in mijn hoofd om te laten doen, maar nu kan ik het gewoon zelf. Fabulous! Echt een topkleur dit. Mocht er iemand anders dit ook heel chill vinden, deze kleur heet Los Feliz Green. Ik ben thuis en ik zit de comments te lezen op de video van gisteren. Doet me echt super veel om te lezen dat jullie zo meeleven en ook zelf zulke ervaringen hebben en gewoon soms te ver gaan of heel veel moeite hebben met grenzen voor jezelf stellen en jezelf een soort van goed genoeg vinden. Dus dat vind ik super lief om te lezen en fijn. Ik heb zelf wel het idee dat ik me bewust ben van de situatie. Ik vind het gewoon heel moeilijk om een stapje terug te doen of andere keuzes te maken. Maar ik ben wel heel erg bezig met meer hulp verzamelen in de vorm van een team en dingen slimmer aan te pakken. Het is gewoon een leerproces en er horen ook ups en downs bij. Ik denk dat het wel gaat lukken. Dat en een aantal van jullie zeiden ook dat jullie je bijna schuldig voelden vanwege Vlogmas. Omdat jullie weten dat ik al zoveel op mijn bord heb en dit er dan ook nog bij komt. En ik dat natuurlijk ook doe omdat ik weet dat jullie het leuk vinden. Maar dat is echt niet nodig. Want als ik het niet zou willen, zou ik er wel mee stoppen. Ook al zou ik dat wel rot vinden om halverwege te stoppen of zo. Maar ik vind het ook wel heel erg leuk en mooi om elke dag met jullie te delen een tijdje. Want dat is zoveel echter en persoonlijker dan je normaal gesproken doet in een weekvlog. Ik weet niet, ik vind het gewoon heel leuk en ontroerend om te zien wat jullie allemaal schrijven. En het geeft me echt het gevoel dat er een soort vriendengroep of community aan de andere kant van het scherm zit. En ik hoop natuurlijk dat jullie je ook een beetje zo voelen bij mij. Dat ik iemand ben bij wie jullie een beetje terecht kunnen op een of andere manier. Dus ja, dat vind ik wel heel bijzonder. Ik heb iets lekkers gemaakt. Ik heb een salade met zoete aardappel en avocado, rucola sla, tomaatjes en hele lekkere gekruide kipstukjes en granaatappelpitjes. Dit had ik dus laatst gewoon bij de Albert Heijn had ik dit gekocht. Dit is gewoon een salade die zij verkopen, kant en klaar, maar dan super lekker vers in de hele grote Albert Heijn, zo is dat. Nu was het uitverkocht, dus ik dacht, fuck dat. Ik ga het zelf maken. Dus dat eet ik nu. En dan maak ik dubbele porties, zodat ik het ook mee naar Linda kan nemen. En dit doe ik eigenlijk nooit. Ik denk nooit zo goed na over mijn eten. En laat staan dat ik al de lunch voor morgen maak. Dit vind ik een hele goede nieuwe stap. En ik ben helemaal trots op mezelf. En het is super lekker.